rauwe oester, ja, is lekker, maar een rauwe mossel, dat is waanzinnig. Ze net uit het vocht komen, je doet hem open en je eet hem, en ze zijn precies goed. Ja. Dat is pure nectar. Je vist een gedeelte van het zaad op een heel klein stukje van de Waddenzee. Dus wat is het nou voor gegil en geroep in de ruimte van jullie maken alles kapot en dit en dat. Het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. De eerste mossel, dat smelt zo in hun mond. Hè. Ik ben er gek op. Ja. Dus de Belgen, ja, die proberen ja, een beetje concurrentie te doen met de Nederlandse Zeeuwse mosselen. Maar dat lukt niet zo goed. De kleintjes, toch ongeveer van een 5 centimeter, die noemen we de Belgica Junior. En dan hebben we al wat dat groter is, dat is de Belgica Prestige. Voilà, onze Prestiges. Alles wat erbij komt, tilt eindelijk het mosseltje naar een nog hogere dimensie. Dan krijg je iets wat al heel goed is, wordt dan ineens de upper class. Ik doe er nog geen zout in, want die mogels zijn hartstikke zout. Er mag geen zout in, die mogels. En die komen in zoute water, er zit zout, zit er plantie in. Maar ik doe er nog olie en ook een tomaten doe ik erin. Dat doe ik ook niet. Nee, geen tomaten.